Wij lezen Gods heilig en onfeilbaar woord in nummer 11 vanaf vers 24. Vorige keer stilgestaan dat Mozes die 70 mannen moest aanstellen om hem te helpen. Vers 24. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heeren tot het volk en verzamelde 70 mannen uit de oudsten van het volk en stelde hen rondom de tent, de tabernakel, Gods huis. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem. En afzonderend van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde, als de geest op hen rustte, dat ze profeteerden. Maar daarna niet meer. Maar twee mannen waren in het leger, in dat tentenkamp, overgebleven. De naam van de ene was Eldad en de naam van de andere Medad. En de geest rustte op hen. Want zij waren onder de aangeschrevenen, ze waren ook uitgenodigd. Hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. En zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte het aan Mozes. En zei, Eldad en Medad profeteren in het leger, in het tentenkamp. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zei, mijn heer Mozes, verbied hun. Doch Mozes zei tot hem, zijt gij voor mij ijverende, och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen zou geven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. Toen voer de wind uit van de Heere en raapte kwakkels van de zee en strooide ze bij het leger omtrent een dag reizen herwaarts en omtrent een dag reizen derwaarts rondom het leger. En ze waren omtrent 2 ellen boven de aarde, zo'n 60 centimeter hoog, zo'n laag van kwakkels. Toen maatte zich het volk op diezelfde hele dag en die ganse nacht en de ganse andere dag. En ze verzamelden de kwakkels die het minst had 10 homer verzameld en ze spreidden ze voor zich van elkaar rondom het leger. Dat vlees was nog tussen hun tanden eer het gekauwd was. Zo ontstak de toren des Heeren tegen het volk. En de Heere sloeg het volk met een zeer grote plaag. Daarom heette men de naam van die plaats Kibrothaava. Want daar begroeven zij het volk dat belust was geweest. Van Kibrothaava verrijst het volk naar Hazerot. En zij bleven in Hazerot. Tot zover. Vanavond willen we met Gods hulp stilstaan bij de geschiedenis van Eldad en Medad als kerntekst vers 29 van nummer 11, vers 29. Doch Mozes zei tot Jozua, zijt gij voor mij ijverend? Och, of al het volk des Heeren profeten waren en dat de Heere zijn geest over hen zou geven. Gemeente, vanavond een dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal. En ik hoop dat het voor ons vanmorgen goed is geweest. Dat we een zegen, een versterking, een bemoediging hebben mogen ontvangen. Dat we even werden uitgetild boven dit leven. Met zijn zorgen en met zijn strijd. En dat ons hart weer werd teruggebracht bij Christus. Christus die ons leven is. Maar nou is het heilig avondmaal geen doel in zichzelf. Je mag dankbaar zijn als je het vanmorgen goed hebt gehad. Maar het is geen doel in zichzelf. De Heere geeft zijn vertroostingen en zijn versterkingen met een bepaald doel. En daar gaat het vanavond over. Vorige week, even kort terughalen, hebben we gehoord van Mozes. Dat het volk weer zo tekeer ging tegen Mozes. En
Ja, Mozes had al lang geduld. Hij had heel veel verdragen van het volk. Maar nu, ja, nu kon Mozes ook echt niet meer verder. Hè. Hij zei, heren, ik sterf liever dan dat ik met dit volk nog langer moet verder gaan. Dit volk kan ik niet dragen. Het is mij te zwaar. Zelfs Mozes liep vast. Maar het was de Heere zo goed, dat hij zei, ja, maar Mozes, je hoeft het ook niet alleen te doen, dat volk te leiden. Ik zal je hulp geven. Maar liefst 70 mannen die Mozes zouden helpen en bijstaan om het volk in het beloofde land te brengen. En daar gaat het vanavond over. Daar beginnen we maar mee. Even terug, vers 16, die 70 mannen. Daar staat in vers 16 dat Mozes ze moest opstellen voor de tabernakel. Vers 16, gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst en zij zullen zich daar bij u stellen. Die 70 mannen. Dus ja, als je het even probeert je voor te stellen, die tabernakel daar met dat altaar en die tent met die scheerlijnen waar al zo opgesteld stond. En dan 70 mannen, een hele groep, en die staan daar dan allemaal opgesteld voor die tabernakel. En het volk staat eromheen, als toeschouwers, die komen natuurlijk kijken wat gebeurt hier. Wat sprak daar nou uit? Die 70 mannen daar voor die tabernakel stonden. Zomaar kort, drie dingen sprak daaruit. Allereerst, voor het hele volk werd nu duidelijk dat deze 70 mannen door de Heere persoonlijk waren aangesteld. Als ze straks Israël gingen besturen, rechtspreken, leiding geven, dat ze dat niet op eigen houtje deden, maar dat ze dat deden in opdracht van God. Bekleed met het gezag van God. En daarom moest het volk hen gehoorzamen. Dat was de eerste reden. Het hele volk kon zien, deze mannen zijn door de Heer zelf daartoe geroepen. Met gezag bekleed. In de tweede plaats, die mannen stonden daar voor die tabernakel als voor Gods aangezicht. Want daarbinnen, die tabernakel, in het Heilige der Heiligen, boven het verzoendeksel, daar was God. Dus die mannen die stonden daar voor die tabernakel als het ware als voor Gods aangezicht. En wat betekent die Bijbelse uitdrukking? Staan voor Gods aangezicht. Nou, als je in de Bijbel die uitdrukking tegenkomt, dan betekent dat in zijn dienst staan. Aan hem toegewijd zijn. Tot zijn beschikking staan om te doen en uit te voeren wat hij vraagt. Later zegt die engel Gabriel tegen Zacharias, ja, maar ik ben Gabriel die voor God staat. He, ik ben in dienst van de Heer. Ik heb mij aan de Heer toegewijd. Nou, vanmorgen, heilig avondmaal, daar zaten we ook als het ware voor het aangezicht des Heeren. Het avondmaal heeft natuurlijk verschillende aspecten. Maar dat zit er toch ook in. We zaten hier niet zomaar bij elkaar. Maar wij zaten daar als voor Gods aangezicht. Als het ware een vernieuwing van onze toewijding aan Hem. Dat zit ook in dat avondmaal. Als we zagen in dat gebroken brood en in die vergoten wijn. Wat Hij voor mij wilde doen. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, Heere, dan heb u recht op mijn hart. En dan heb u recht op mijn leven. Dan hoop ik dat het vanmorgen ook in die betekenis een vernieuwing mag zijn geweest van onze toewijding aan Hem. Nog een derde betekenis, dat staan volgens aangezet voor die tabernakel. Dat is dat deze mannen straks erop uitgaan, niet in eigen kracht, maar in de kracht van de geest. De kracht van God. De Heer gaat hen bekrachtigen met zijn geest. Dat is het derde wat daarin zit. Ze hoefden de Heer niet te dienen op eigen krachten. Eigen wijsheid. Eigen verstand.
Gemeente, als de Heer ons roept tot een taak, dan wil Hij ons daarin ook toerusten. En geven wat we nodig hebben. Om ons te maken, hoe schrijft Paulus het, 2 Timotheus 2 vers 21, een werktuig tot zijn eer, geheiligd en bekwaam tot het gebruik des Heren. Zou je het willen? Heere, maak mij zo een werktuig in uw hand, bekwaam tot het gebruik des Heren. Dat ben ik niet van mezelf, dan ben ik onbruikbaar. Maar als ik dan die geest krijg, Heere, geef me die geest om zo een werktuig te zijn in uw hand, bekwaam tot het gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Gemeente, de Heere wil ons geven waar Hij ons toeroept. Kijk maar naar vers 17. Zo zal ik afkomen, uit de hemel neerkomen en met u al daar spreken. En, dan komt het, en van de geest, Mozes, die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. Dat is het derde wat erin zit. Staan voor Gods aangezicht, dat ze dan ook die geest van God ontvangen. Ja, want zonder die geest, ook die 70, ja, daar ging het niet. Dan konden die 70 het net zo min als Mozes. Maar daarom belooft de Heer dan ook die 70 zijn geest te geven. Om ze zo toe te rusten. Van de geest die op u is, Mozes, zal ik afzonderen en op hen leggen. Ja, niet in die betekenis alsof de Heer iets van zijn geest van Mozes zou terughalen. Om dat vervolgens dan uit te delen aan die 70. Zo moet je het niet lezen. Iemand gebruikt het voorbeeld van een kaars. Een kaars die brandt en met die brandende kaars kun je een andere kaars aansteken. Daardoor gaat die eerste kaars niet minder branden. Hij steekt wel die andere aan. Met die ene kaars kan ik andere kaarsen aansteken. Dan wordt die eerste kaars niet minder van. Nou, als daar zo Mozes nam de Heer van die geest van Mozes. Mozes werd er niet minder van. Maar zo werden die andere 70 door diezelfde geest als het ware aangestoken. Kijk nou maar vers 25. Daar zijn we bij het gedeelte van vanavond. Dan gebeurt het. Vers 25. Toen kwam de Heer af in de wolk en sprak tot Mozes en afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen. En dan gaat de geschiedenis verder. Vers 25. En het geschiedde, als de geest op hen rustte, die 70. Wat gebeurde er toen? Dat zij profeteerden. Heel het volk wat daar verzameld stond, die zag en hoorde die 70 mannen profeteren. Wat ze precies gezegd hebben, weten we niet. Maar het was voor heel het volk in ieder geval duidelijk. Ja, deze mannen hebben werkelijk de geest van God ontvangen. Anders hadden ze niet zo kunnen profeteren. Daarom deed de Heer het zo. Niemand hoefde er later aan te twijfelen. Zouden die 70 wel de geest echt ontvangen hebben? Nee, we hebben het gehoord en gezien toen dat onvergetelijke, dat ze daar toen voor die tabernakel begonnen te profeteren in de kracht van de geest. Maar dan lees ik verder. Maar daarna profeteerden ze niet meer. Niet omdat de Heer zijn geest wel had teruggenomen, maar het was niet hun roeping om te profeteren. Dat was niet hun roeping. Hun roeping was om Mozes bij te staan, om het volk te leiden en te regeren. En daarvoor bleef ze die geest houden, maar dat profeteren, dat was eenmalig. Alleen om wel aan heel het volk duidelijk te maken dat deze mannen werkelijk zijn geest hadden ontvangen. Ze hadden een andere taak en een andere roeping dan om profeet te zijn. En dan lees ik iets opmerkelijks. 26, kijk maar mee. Maar twee mannen, 26, waren in het leger, in het tentenkamp achtergebleven. De naam van de een was Eldad en van de andere Medad. En die geest rustte, ik zou bijna zeggen, ook op hen. Want ze waren onder de aangeschrevenen. Ze waren blijkbaar wel uitgenodigd, opgeroepen om voor de tabernakel te verschijnen. Maar ja, wij weten niet waarom, maar ze waren niet gekomen. Ze waren in dat tentenkamp achtergebleven. En daar begonnen ze te profeteren. Zij werden ook vervuld met diezelfde geest. Toen, vers 27, liep een jongen heen.
En boodschapte aan Mozes en zei: Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zei: Meneer Mozes, verbied hun. Die jonge Jozua, die denkt, dat gaat niet goed. Die twee, die gaan zomaar op eigen houtje profeteren. Dat mag helemaal niet. Dat is tegen de regels. Daar moeten we paal en perk aan stellen. Want ja, die 70 daar bij de tabernakel, daarvoor was die geest bedoeld. Maar ja, als iedereen op zijn eigen houtje ook gaat profeteren, dat loopt helemaal uit de hand, dat kan niet. Die 70 zijn het. En die twee horen daar niet bij. Mozes verbiedt het hen. Herkenbaar. Die reactie van Jozua. Helaas herkenbaar. Wat dan? Nou, die neiging tot groepsdenken. Jozua zegt, ja, die 70, die zijn er. En die anderen, die horen daar niet bij. Een neiging tot groepsdenken. Onze eigen groep. Onze eigen soort. Onze eigen kleur. Wij weten het. En we stellen ons ongemerkt zelf als norm. Als het gaat over de bekeringsweg. Hoe de Heer iemand daarin leidt en leert. Nou, wij weten precies te vertellen hoe het dan allemaal wel gaat en hoe het niet gaat. En we weten precies hoe er gepreekt moet worden. Wat goede dominees zijn. En wat minder goede dominees zijn. En misschien wel wat slechte dominees zijn. We weten precies. Die zitten daar en die zit daar en die zit daar. Groepsdenken, hè. Het zit zus en het zit zo. Waar je wel aan mee mag doen en waar je niet aan mee mag doen. Tot in de kleding, ik noem zomaar wat, hè. Hoe je wel hoort te kleden. En zelfs de kleur soms, het gaat ver. Wij hebben heel omschreven van zo hoort het. En als je dan zo gedraagt en je daar houdt, dan is het goed. Maar als je daar niet allemaal aan houdt, ja, nou, ja, dan is er iets fout. Dan gaan we gelijk wantrouwen. Gemeente, wat is het hoogmoedig? Want dan ga je ervan uit dat je het zelf het beste weet. Ik heb de norm. En langs die normen leg ik alles en iedereen. En als niet iemand aan mijn norm en aan mijn ideeën beantwoordt, dan deugt hij niet. En dan zijn we gauw met ons oordeel klaar. Dat is even hoogmoedig als je jezelf als uitgangspunt neemt. En het is niet alleen hoogmoedig, het is ook nog een keer erg liefdeloos. Om zomaar een ander even weg te zetten. Die? Ah, die is zo zwaar. Of die is zo evangelisch. Nou, zo gaat het. Die deugt niet, huppakee, weg ermee. Aan alle kanten, de volle breedte, ik spreek iedereen aan, inclusief mezelf. Helaas is dit herkenbaar. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur. Als het daar niet overeenkomt, nou, dan komen er een paar vraagtekens tevoorschijn. Het is niet alleen hoogmoedig. Het is niet alleen liefdeloos, het is ook nog een keer erg bekrompen. Gods werk is veel ruimer en veel breder en veel, veel kleuriger dan wij kunnen bedenken. Wij zijn maar zo beperkt. Christen in Nederland op de wereldkaart is Nederland een van de kleinste landen. Wij denken dat we voor heel de wereld toonaangevend zijn. En binnen Nederland, nou of in mijn groep, dat is er weer de norm voor Nederland. Ah, wat is het hopeloos, kortzichtig en bekrompen. Gemeente, even maar persoonlijk, ik heb het zelf meegemaakt, al verschillende keren in mijn leven. Dat ik een voorbeeld kon nemen aan anderen. Dat ik iemand anders tegenkwam en op het eerste gezicht, ja, zijn kleedstijl was niet mijn kleedstijl. De manier waarop ik sprak was niet helemaal mijn taal zoals ik het doe. Maar toen ik even verder sprak, hoorde ik al gauw dat hij voor mij een beschamend voorbeeld was in zijn gebedsleven.
En een ander die een beschamend voorbeeld was als het ging over een vrijmoedig getuige. Het eerste had je oordeel klaar. Oh, dat is niet helemaal mijn kleur en club. Maar een beschamend voorbeeld. Wat een vrijmoedigheid. Een ander die zo inzet voor mensen die in de alcohol zaten. De verslaving. Dan voel je jezelf een fariseer. Tip top in orde, helemaal volgens de code. Ik had de praat, maar zij de daad. Laten we alsjeblieft een beetje voorzichtig zijn en bescheiden zijn. Om anderen even in, zoals Jozua, wat daar gebeurt. Verbied het, dat moet gewoon stoppen, want dat hoort zo niet. Die hoort niet bij de groep. Gemeente, in de hoofdzaken moeten we heel duidelijk en scherp zijn. We hoeven ook niet vaag te worden. Allemansvriend, daar gaat het helemaal niet over. In de hoofdzaken moeten we heel duidelijk en heel beslist zijn. Wat is de hoofdzaak? Dat wij arme, verloren zondaren zijn. En dat wij alleen door Christus behouden kunnen worden. Nou, dat is de kern. En dan kunnen we een heel aantal bijzaken van inzicht verschillen. Maar laten we elkaar dan die ruimte geven. Als je het eerste niet wil zondigen tegen hoogmoed, liefdeloosheid en kleindenken van God. Gemeente, een kenmerk van een gezegende avondmaalsgang, je kunt ook heel veel dingen noemen, is onder andere dit, dat we een ander uitnemender achten dan onszelf. Dat heeft hiermee te maken. Wil je weten of je een gezegende avondmaalsgang mocht hebben? Onder andere dit, dat je een ander uitnemender achter dan jezelf. Dat je niet zo snel je oordeel klaar hebt over een ander. Wat had Jozua, en ik denk wij allemaal wel, hè, daar nog veel aan te leren. Meneer Mozes verbiedt het hem. Hij denkt straks, ja, nou zijn er twee aan het profeteren op eigen houtje. Straks begint iedereen te profeteren en Mozes. Ja, Mozes die verdwijnt dan helemaal. Dus hij dacht het ook nog met de beste bedoelingen om het voor Mozes op te moeten nemen. Hij denkt, de positie van Mozes loopt gevaar. Vers 29, doch Mozes zei tot hem, zijt gij voor mij ijverende? Ach Jozua, maak je om mij maar niet zo druk hoor. Ik ben niet zo belangrijk. Mozes werd niet zenuwachtig van, nou wordt mijn positie aangetast. Nou moet ik misschien een stapje achteruit gaan doen. Heerlijk, hè, als je jezelf niet zo belangrijk vindt. Wat een genade. Zijt gij voor mij ijverende. Mozes gaat nog een stapje verder, hè? Dan kom ik bij de kerntekst vanavond. Hij gaat nog verder, vers 29. Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen zou geven. Jozua, jij wordt al zenuwachtig als er twee extra zijn. Twee? Ik kwam tot iedereen, heel het leger, 2 miljoen, zoveel waren er ongeveer. Dat al het volk des Heren, dat heel dat tentenkamp vol profeten en profetessen had gelopen. Het hele volk. Dat was ook de roeping van Israël. Toen de Heere Israël had uitverkoren om zijn volk te zijn. In Abraham, het verbond. Was dat niet alleen maar om dat volk te redden. Maar dat volk was ook geroepen met een roeping, met een taak, met een opdracht. Het was niet alleen maar nou geweldig, Israël is door de Heeren uitverkoren en die komen straks eeuwig thuis. Nee, de Heer had voor hen ook een roeping en een opdracht. Om zomaar één tekst te noemen, Jesaja 49. Ik heb u gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan de einde der aarde. Dat was de roeping van Israël, de knecht. Om te zijn tot een licht voor de heidenen en tot heil voor heel de wereld. Dat was de roeping van het volk Israël. En zo zijn wij hier vanavond ook geroepen. Om voor een wereld
waar een stikdonkere duisternis heerst, tot een licht te zijn. We zitten hier vanavond in een triomfale kerk. Nou, wij hebben het gelukkig goed met elkaar en wij hebben nog een beetje de waarheid, laat ik het zomaar zeggen. En als het met ons maar goed afloopt, ja, met die wereld om ons heen. Wij hebben een roeping en een verantwoordelijkheid voor de mensen om ons heen. Zoals Israël toen een roeping en een taak had voor al die andere volken om hen heen. Om een licht te zijn voor de heidenen en tot heil aan de einde der aarde. Gemeente, op ons rust de hoge roeping om voor de mensen om ons heen tot heil, tot zegen, tot behoud te zijn. Maar nou is Israël zo hopeloos tekortgeschoten in hun roeping, zal er voor de volkeren tot heil moeten zijn. Maar in plaats dat Israël een licht was, was het volk zelf ook duisternis. In plaats van licht, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Wat heeft het volk Israël zijn roeping en zijn verantwoordelijkheid verzaakt? Ze waren niet voor de wereld om hen heen tot behoud. Dat was de grote schuld van Israël. En is dit niet de grote schuld? Laat me de lijn maar doortrekken vanavond. Is dat niet de grote schuld die dan ook op ons rust? Dat wij wel christenen zijn, tuurlijk. Maar ben ik dan voor anderen om mij heen tot heil? Tot redding? Tot behoud? Tot zegen? Laat me maar beginnen in je eigen gezin. Laat me daar maar beginnen. Vandaag Vaderdag. Dan kijk ik maar even naar de vaders. Ik ben het ook. Ben ik nou voor mijn kinderen tot heil, tot een zegen, hun behoud? Wat gaat er van me uit in mijn huis? Vaders. Wat is dat verootmoedigend als je daarover nadenkt? En dan gaat nog alleen maar in je eigen huis. Dat is nog het makkelijkste, zou je denken. Maar dan gaan we maar verder, hè? Al die mensen, dichtbij en ver weg. Gemeente, wat doen we elke dag zoveel schuld op? Heer, mijn tekorten, wat gaat er nou van me uit? Wat gaat er nou van me uit? Wat leef ik vaak maar voor mezelf en kan de boel laten. Als ik maar in de hemel kom en als ik maar een fijn leven heb en de rest zoekt het maar uit. Ik lijk veel meer op Kain dan ik waar wil hebben. Ben ik mijn broeders hoeder? Maar waar nou die knecht Israël het had laten afweten, kwam daar die andere knecht met een hoofdletter. De leidende knecht. En waar Israël nalatig was geweest, is hij in alles getrouw geweest. Hij heeft alles volbracht. En hij heeft door zijn lijden en sterven, hoe klonk het vanmorgen weer in Amos formulier, de levendmakende geest verworven. Wat een uitdrukking, hè? De levendmakende geest. Verworven, verdiend. Door zijn sterven aan het kruis. Met welke bedoeling? Niet om die geest, die levendmakende geest, voor zichzelf te halen. Maar om die levendmakende geest overvloedig uit te storten. Opdat zijn volk en opdat zijn kerk eindelijk aan hun roeping zouden gaan beantwoorden door die geest. Pinksteren. 3000. Ze ontvingen die geest. Ja, en toen ging er wat gebeuren, hè. Toen bleef ze niet, toen ging ze er ook op uit. Dat is handelingen, hè. Dat is handelingen. Ze kregen die geest om tot veranderd, tot zegen te zijn. Nou, heel de handelingen kun je ervan lezen. Ze gingen er overal op uit.
En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Nou, daar had Mozes, hier in nummer 11, in een verre gezicht als het ware al wat van gezien. Dat grote Pinkstergebeuren, daar had Mozes al het zicht op van verre. Och, of al het volk, het hele volk, des Heere profeten waren. En dat de Heere zijn geest over hen zou geven. Je zou zeggen, nummer 11 is een soort Pinksteradvent. Een aankondiging. Heel het volk. Niet alleen ik, Mozes. En niet alleen maar die 70. En niet alleen maar straks die 3000. Maar het hele volk. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. Het hele volk. En dan ook niet alleen maar Joden, het gaat nog verder. Hè? Alle vlees, niet alleen Joden, ook heidenen. We zijn thuis aan tafel met de handelingen bezig, aan dat te lezen. Nou, in het begin merk je ook hoe moeilijk die Joodse christenen dat vonden, dat nou de Heer ook de heidenen het heil had geschonken. Toen het een groepsdenken, hè? Van ja, maar wij zijn de Joden en die heidenen, dat kan toch? En je leest het iedere keer in die handelingen. Datzelfde groepsdenken van Jozua, daar zaten zij toen ook nog zo mee te tobben. Ja, maar de Heer is ruimer dan alleen maar Israël en ruimer dan alleen maar het zaad van Abraham. Ook de heidenen. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees, alle volken. De hele wereld. En daar gaat de Heer nog steeds mee door. Het is niet van, ja, dat is toen in Handelingen 2 gebeurd, 2000 jaar geleden, en toen nog eventjes, ja, en toen langzamerhand, toen stopte het. Nee, nee. De Heer gaat daar nog steeds mee door, om zijn geest uit te storten. Ik las er iets over bij Olevianus. Nou, mooie vraag even voor de jongeren. Olevianus. Nou, niet zo'n bekende naam, eerlijk is eerlijk, maar ik hoop toch wel wat sommige Olevianus, wat denk je eraan? Ja, dat was de man van de catechismus, hè? Ursinus en Olevianus, die twee jonge mannen, de catechismus. Nou, Olevianus, hij schreef ergens iets over de geest. Hij zegt dit: de Heilige Geest wordt ons door Jezus Christus nog dagelijks uit de hemel gegeven. Dat is wat. Dat komt nog meer hoor. Maar dit is vast een opmerking. De Heilige Geest wordt ons door Jezus Christus nog dagelijks uit de hemel gegeven. En dat tot aan het einde van de wereld. Daar zal de Heer mee doorgaan om de geest uit te delen tot de jongste dag. Het is met Handelingen 2 niet gestopt. En het is ook niet met de reformatie gestopt of wanneer dan ook. De Heer gaat daar nog elke dag mee door, dagelijks. Het is dat. Ik denk, dat ga ik toch even opschrijven. En dan gaat hij mee door tot aan het einde van de wereld. Nog één zin. Want hoewel de wonderwerken en de zichtbare gaven van de Heilige Geest nu ophouden, hè, die wonderen uit de handelingen, genezingen en de doden worden opgewekt en zo, ja, dat is voorbij. Hoewel de wonderwerken nu ophouden, zo wordt echter de Heilige Geest nog steeds door Christus uitgestort en gegeven. Hoe? Als hier nou vanavond iemand zit en die zegt, ja, maar ik zou ook zo graag die geest willen ontvangen. Heren, stort die geest ook uit in mij, want die heb ik zo hard nodig. Waar moet ik dan wezen? Waar stort de Heer, als Olevianus gelijk heeft, dat nog elke dag gebeurt? Waar gebeurt dat dan? Nou, hij zegt, de Heilige Geest wordt nog steeds door Christus uitgestort en gegeven door de verkondiging van het heilige evangelie. Zo dikwijls onze harten tot geloof en betering des levens bekeerd worden. Ja, dan mag ik vanavond, ik zeg het met enige schroom, maar dan moet ik het toch zeggen, dus dan stort de Heer ook vanavond zijn geest in de Triomfatenkerk uit. Want vanavond wordt hier ook het evangelie verkondigd. Daar moet je eens over nadenken. Ja, of Olevianus moet dwalen. Hij zegt, waar het evangelie wordt gepredikt, daar wordt de geest uitgestort.
Dus als jij die geest wil hebben, dan moet je zijn waar het woord wordt verkondigd. Daar wil de Heer in meekomen. En in meewerken. Op alle vlees. Niet alleen maar die 12 apostelen. En niet alleen maar die 70 van Mozes. En niet alleen maar die 3000 van Handelingen 2. Op alle vlees, op alle tijden en alle plas waar het evangelie verkondigd wordt. Och, zegt Mozes. Of al het volk des Heeren profeten waren. Dat de Heere zijn geest over al die volken zou geven. Niet alleen Joden, maar ook heidenen, alle vlees. Niet alleen maar ambtsdragers, daar de broeders, deze man. Nou, we denken, ja goed, die hebben de geest, maar ja, wij zijn maar gewoon gemeenteleden ook. Weer geen groepsdenken, hè. Van nou, de geest, dat zijn de ambtsdragers, maar dat is voor ons niet. Geen groepsdenken. Op alle vlees, of al het volk des Heeren profeten waren. Niet alleen maar deze mannen. Op alle vlees, ambtsdragers en ook gemeenteleden. Niet alleen ouderen, dat je soms kunt denken, ja, mensen die de Heeren vrezen, maar dat zijn meestal toch mensen boven de 30. Ook jongeren. Joël, die zegt, hè, uw jongelingen en uw dochters zullen dromen dromen en zo meer. Ook jongeren, ook kinderen. Op hen wil de geest ook komen en in hen wil de geest ook werken. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Hè. Bedoel maar, er is geen enkele groep. Mozes zegt het zo breed en zo onbegrensd mogelijk. Och, of al het volk des Heeren profeten waren. Toen ik van de week hier zo mee bezig was, moest ik opeens even denken aan wat ik een keer las in de Redelijke Godsdienst van Brakel. U kent wel dat mooie boek, Brakel. En dan schrijft hij even over een tijd dat hij dominee was in Harlingen in 1700. En het is zomaar een anekdote. Voor de rest is het tamelijk meer over de leer in die redelijke godsdienst. Maar dan heel even zo'n persoonlijke opmerking van Brakel. Hij zegt daar in Harlingen, er waren een stuk of 8 jonge vrouwen. Hij schrijft dochteren, hè, dat oude Hollands, dochteren. Er waren 8 dochteren. En dan zegt hij dit. Die zich als profetessen in de dienst van de Heere hadden gegeven. En iedereen, waar ze maar een ingang konden vinden, onderwezen en opwekte tot bekering. En dan zet hij erachteraan, wat een zegen heeft de Heere door hen willen geven. Een stuk of 8 jonge vrouwen, nou waarschijnlijk meisjes rond de 20, dochteren. Een stuk of 8 jonge meiden. En die zo door de gemeente gingen. En bij mensen thuis kwamen om met hen de Bijbel open te doen. Om over de geestelijke dingen te spreken. Om met hen te bidden, met hen te zingen. Zo trokken ze door de gemeente. Een groepje van een stuk of 8 jonge vrouwen van rond de 20. En Brakel dacht er dankbaar aan terug. Wat heeft de Heer door die 8 jonge meiden een zegen in de gemeente willen verspreiden. Nou, heel eerlijk, als dat in onze gemeente zou gebeuren. Hier in onze gemeente, een stuk of 8 jonge meiden van rond de 20. En die gaan overal waar ze een kans krijgen bij mensen op bezoek. Om over de geestelijke dingen te spreken en om met elkaar te lezen en te bidden. Ik denk als we dat zouden horen, dat er zo een aantal mensen zo door onze gemeente zouden gaan. Dat we onze wenkbrauwen zouden optrekken. Nou, gaat dat wel helemaal goed? Van ja, ze gaan zomaar overal het over het woord hebben. En ze hebben het over geloof en bekering en ze bidden. Wat? Wou u zeggen, dat kan toch zomaar niet? Dat is precies wat Jozua zei. Heer, Jan Mozes, verbied het hen. Ik geef me even als voorbeeld aan. Hè? Brakel dacht er met dankbaarheid aan terug. En denk, als het bij ons zou gebeuren, zouden we zeggen, nou, wees maar voorzichtig. Of we zouden misschien zelfs maatregelen gaan nemen. Wat hebben wij veel meer de neiging tot dat groepsdenken, net als Jozua, dan we in de gaten hebben. Om het werk van God, want daar gaat het over. Het werk van God te beperken en te begrenzen. Het mag alleen zo en het mag alleen hier en het mag alleen door die. En zo kunnen we de geest bedroeven. En de geest zelfs uitblussen.
Och, of al, ja, u hoort het goed, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heer zijn geest over hen allemaal zou geven. Dat heeft ook met het heilige avondmaal te maken. We horen in dat formulier, Christus heeft die levendmakende geest verworven. Verdiend, betaald met zijn bloed. Met welke bedoeling? Om die levendmakende geest vervolgens uit te delen. Allerlees. En wat is nou het werk van de geest? Omgekeerd, hè? Christus heeft de geest verworven om die geest uit te delen. En nou omgekeerd was het werk van de geest om de verdiensten van Christus uit te delen. Christus deelt de geest uit en de geest deelt Christus uit. Wat een wonderlijke diepe wisselwerking gebeurt daar. Bij het heilige avondmaal vanmorgen deelde dominee Lasch, ik zeg met alle eerbied, Christus uit. En de geest wil door die tekenen van brood en wijn werken en meekomen. En wil die versterken. Wat werkt die dan? En wat versterkt die dan? Nou, laat ik zomaar een stuk of vier dingen noemen. Hoe hij werkt en wat hij versterkt. Zo'n stuk of vier dingen. De geest wil erin meekomen om zo aan Christus te verbinden. Met een nieuw geloof. Een nieuwe hoop. En een nieuwe liefde. De geest wil leren in de tweede plaats. Om niet op onze eigen gevoelens, onze gestalte en onze gesteldheid te steunen. Maar op Christus en zijn vaste belofte alleen. Dat is ook wat de geest door de verkondiging en de sacramenten wil leren. Nog iets wat de geest wil leren. Die grote les. Nu ken ik die waarheid. Ja, werkelijk zo diep. Het is diep. Zo diep. Maar ook gewis. Welke waarheid? Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Wat hebben we eraan te leren? Maar dat wil de geest doen. Door woord en sacrament. Het is de geest in de vierde plaats. Die met onze geest wil getuigen dat wij kinderen God zijn. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de zekerheid van het geloof dat getuigenis van die geest. Hoe doet de geest dat dan? Deze geest getuigt met onze geest. Hoe doet de geest dat dan? Matthew Henry maakt daar een onderwijzende opmerking over. Hij zegt, dit moet, hè, dat getuigenis van de geest. Dit moet niet opgevat worden als een onmiddellijke, buitengewone openbaring. Als er opeens een gevoel wat over je komt, onmiddellijk. Dus buiten het woord, buiten de prediking, buiten de sacramenten. Nee. Het komt niet opeens zomaar over je heen, dat getuigenis van de geest. Het is niet opeens zomaar een krachtige stem van binnen of wat dan ook. Dit moet niet opgevat worden als een onmiddellijke, buitengewone openbaring. Dat getuigenis van die geest. Maar als het gewone werk, moet je horen. Als het gewone werk van de geest in en door de genade middelen. Sprekende tot de ziel van vrede. Dus de Heer verzegelt langs de weg van het woord en van de sacramenten. Middelijk. En laat ik dat erbij zeggen. Als de Heer zo gaat werken. En versterken. En getuigen. En verzegelen. En bevestigen. En verzekeren. Dan doet hij dat niet in één keer. Dat is uitzondering. De gewone weg waardoor de Heer en zijn geest werken. Is dat hij geleidelijk werkt. Alles wordt niet in één dag geleerd. En ook niet in één jaar. Hoeveel zou je ervoor nodig hebben om dat te leren? Een heel leven lang. Een heel leven lang. Het Amos-formulier. Geef dat wij ons
hoe langer, hoe meer aan u overgeven. Het is niet alles of niks. Ik heb me overgegeven of ik heb je niet overgegeven. Dat wij ons hoe langer, hoe meer. Het wordt niet in één keer geleerd. Met veel struikelen, vallen en opstaan en zwakheid. Geef dat wij ons hoe langer, hoe meer. En daarom steeds weer versterkt te worden door die geest. Via het woord en de sacramenten. Ook die overgave is niet iets van één dag of van één keer. En zo is het ook met die verzegeling en met die verzekering. Dat is ook steeds van hoe langer, hoe meer. Door te leven met gevouwen handen en gebogen knieën bij het woord. Gemeente, is dat nou ons leven? Want dat klinkt zo mooi, hè, vanavond. Gevouwen handen, gebogen knieën bij het woord. Hoe was dat nou de afgelopen week? Met die gebogen knieën en dat open woord. Ik geloof zeker dat er hier zijn waar het zo was. Laat ik dat ook zeggen. Dat weet ik. Maar laat ieder voor zichzelf eens kijken. Als ik nou zo die geest nodig heb, anders is er geen leven, is het verloren. En als ik nou weet waar de geest wil komen en werken. Hoe was de afgelopen week? En als dat nou voorbij is, dus dat maken we niet meer goed. Nou gaan we deze week weer beginnen. Hoe gaan we het nou deze week doen dan? Terugkijken is te laat. Hoe gaan we het morgen doen? Die gevouwen handen, dat geopende woord. Hoe stel je dat morgen voor? En deze komende week. En eigenlijk nu begint weer de voorbereiding voor de volgende keer. Hè? 3 maanden voorbereiding. Die geest. Zo gaat het gebed van Mozes. Och, dat al het volk des Heeren profeten waren. Dat de Heere zijn geest over ze allemaal zou geven. Die geest van wie beloofd wordt dat hij wil onderwijzen, leren, troosten, versterken. Die geest die we zo nodig hebben voor licht, want anders ben ik duisternis. Die geest die ik zo nodig heb voor leven, anders ben ik dood. Die geest die ik nodig heb om vrede in mijn ziel te hebben, anders is er alleen maar onrust. Die geest die alleen kan troosten mijn bedroefde, beschuldigde hart. En niemand anders kan dat dan hij alleen troosten, lijden, leren, versterken. Die geest, laat ik dat als laatste zeggen, wat die geest allemaal zo doet. Hè? Die geest die ook, hoe zegt Paulus dat, in onze zwakheden mede te hulp wil komen. Dat is ook iets van die geest. Waarom we die geest nodig hebben. Om in onze zwakheden te hulp te komen. Want zwak zijn we. Wat zijn we zwak. In ons geloof. Zwak in de hoop. Zwak in de liefde. Zwak in de strijd tegen de zonde. En als je ergens je zwakheid wilt tegenkomen in de binnenkamer. Dat is wel de plaats bij uitstek. Als je ergens je zwakheid wil ontdekken. Dan is het in de binnenkamer. Daar je nog geen 3 woorden van jezelf kan bidden. En arm als ik en is er geen die nood hebben en die vragen kan en pijnen en niet gewaar. Ach, ach, ach. Als je ergens je zwakheid hebt. Het bidden. Het bidden. Ik ben zo zwak. Zwak. Het is niet te zeggen. Ik moet denken aan dat mooie zondagsschoolversje van Wesley. Jezus, die mijn ziel bemint. Je moet maar eens opzoeken. Het 3e couplet. Gij, o heiland, zijt mijn kracht. Gij, mijn hoog vertrek, o Heer. Gij sterkt zwakken door uw kracht. Gij geeft blinden de ogen weer. Heilig,
Driemaal heilig gij, zie ontfermend op mij neer. Niets dan zwakheid vindt ge in mij. Schenk mij uw genade, o Heer. Wat een belijdenis, hè. Niets dan zwakheid. Heb je echt niet meer? Heb je echt niet meer? Niets dan zwakheid vind je in mij. Dat is zelfkennis. Ik hoop dat je het herkent. Al is het niet makkelijk. Dat je het herkent. Heer, ik heb niks. Alleen maar zwakheid. Kan je moedeloos maken als je zo tegen je zwakheid in alles aanloopt. Wat kan het je moedeloos maken? Ik zou zo graag zo'n sterk geloof willen hebben. En ik zou zo graag een krachtig gebed willen hebben. En een vaste hoop, niet zo geslingerd. En ik zou graag zo'n vurige liefde in mijn hart omdragen. En ga zo maar door. Maar de Heer, ik ben zo zwak, zo zwak, zo zwak. Een tijdje gedacht dat het misschien later, nou nog niet, maar misschien later wordt het nog wel beter. Misschien herkent u het wel. Nu is het nog niet zo, maar misschien later dat het toch wat vooruit gaat. Misschien wordt het dan toch langzaam wat sterker. Wat vaster. Wat zekerder. Wat vrijmoediger. En dan kom je achter. Dat je alleen maar steeds zwakker wordt. Dat niet vooruit gaat. Alleen maar achteruit gaat. Nou, voor zulke mensen. Hè, die het die Wesley nazeggen. Niets dan zwakheid. Vindt ge. In mij, nou voor zulke mensen staat Romeinen 8. De geest, nou ga je het begrijpen. Komt ons in onze zwakheden mede te hulp. Letterlijk, in het Grieks staat er. De geest tilt met ons op. Zo staat er heel letterlijk. Komt onze zwakheden te hulp. De geest tilt met ons op. Nou, voor de kinderen een voorbeeld. Stel nou voor, je moet een loodzware kist optillen. Een loodzware kist. Nou, je tilt en je probeert het en je armen trillen en je benen trillen. Maar ik hou het niet, die kist is zo loodzwaar, die hou ik niet. Hij valt bijna uit. Maar dan is er een vader. En die vader die zet zijn sterke handen onder die kist. Hij komt te hulp. Hij tilt mee. Zo staat het al letterlijk. Heren, ik hou het niet. Mijn ziel, mijn zaligheid en alles. Ik laat alles uit handen vallen. Maar dan tilt hij mee op. Hij komt mede tot. Nee, de geest neemt het niet over. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. De geest neemt het niet over. Paul zegt, de geest komt onze zwakheden mede te hulp. Het is niet zo dat de geest het helemaal overneemt. Nee, wij hebben wel onze verantwoordelijkheid. Matthew Henry die zegt, God wil niets doen zonder ons. Dat is ook een opmerking. Daar moeten we ook eens over nadenken. God wil niets doen zonder ons. De geest komt wel mede te hulp. Het wil niet zeggen dat wij dus onze handen in de zakken mogen steken. Maar hij wil wel meetillen en wel meedragen. En dan zullen wij zeggen, Heere, dat van mij dat is niks. Maar toch, de Heere schakelt ons wel in. Hij werkt middelijk. Maar hij laat een moedeloze, vanavond, een zwakke, niet alleen tobben. Hij weet het, je roepen, je strijd, je tranen. En hij wil in die zwakheid te hulp komen. En hij sterkt. En hij geeft kracht. Ook door het avondmaal. Gegeven tot versterking. En hoe versterkt hij dan? Door het avondmaal. Door terug te brengen bij Christus. Dat is de versterking. Door weer terug te brengen
bij Christus. Dat ik in al mijn zwakheid alleen op hem en op zijn verdiensten en op zijn gerechtigheid leer steunen. En hoe zwakker ik ben, hoe meer ik ga leunen en steunen. Ik ging wel eens wandelen met mijn moeder, die was al oud. Nu komt ze het huis bijna niet meer uit, maar vroeger gingen we nog een paar jaar geleden nog even een stukje lopen. Maar dan leunen ze op me. Geef mij mijn armen, steun je ze. En ze steunen, naarmate ze ouder werd, voelde je dat ze het ware sterker ging steunen. Omdat ze zelf zwakker werd. Hoe zwakker wij zijn, begrijpt u het? Hoe zwakker we zijn, hoe meer op hem leunen en steunen. Wie is zij die daarop komt uit de woestijn, lieflijk leunende op haar liefste, op hem alleen. En hij belooft, en hij maakt het waar, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. O, dan zegt Paulus, dan zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Heere, hou me dan maar zwak. En maak me misschien nog maar, ja, het gaat dwars tegen ons in, hè. En toch, o, zalig wie het mag verstaan. Heere, maak me zwak. En maak me arm en leeg en klein. O Heere, maak mij tot niks. Opdat u mij alles zou zijn. Uw vrije gunst alleen. Worde ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Amen. Psalm 27, 7e vers. Zo ik niet had geloofd. 27, vers 7.